is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit één geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Hij is druk. En daar hebben we geen geweldige therapieën voor nodig. Wij hebben een huismiddel. Een huismedicijn. Waarom ben je zo druk? Bam! Maar goed, weet je, kijk, sowieso, kijk, ik zou als Antilliaan, zou ik geen moslim kunnen zijn. Kijk, weet je, moslims die hebben passie, die gaan voor hun God. Wij Antillianen, wij gaan over God, maar jullie gaan ver gewoon. Ik bedoel, gewoon een hele maand, een keer per jaar, niet kunnen barbecuen wanneer wij willen. Nou. Niet eens een week kon je een hele maand, nee. Je kan wel barbecuen, maar je kan het pas eten om 4 uur 's nachts. Dan slaap ik, oké? Dan, nee, serieus. En mijn vak is mijn passie. En ik zou heel graag jouw passie willen leren kennen. En dichter bij jouw passie komen. En dan jouw passie vasthouden. En strelen. En masseren. Tot jouw passie één grote, stevige, harde passie is. Waar we dan samen van kunnen genieten. Oké. En ik had een vrouwelijke arts, die zei op een gegeven moment, nou, doe die short naar beneden. Ik denk, dit wijf is echt gek. Ze zegt, doe die short naar beneden. Ik denk, hoezo? We zijn mijn short naar beneden. Ik doe gewoon of ik niks hoor, toch? Hallo, je gehoorstens is prima, jij verstaat mij, je doet nu die short naar beneden. Dus ze kon me alleen nog maar eruit bluffen. Ik kijk eraan, ik zeg, hoe heet het zeker, schatje? Vrouw was niet tot de indruk, nu! Dus ik doe die short naar beneden, nou goed, nou hoor je dus, pok. Ja. En toen pakte zij deze twee vingertjes, de ringvinger en de middelvinger. Ik weet nog dat ik dacht, dat is een gekke combi. En die mikte ze in één keer zonder te kijken zo achter mijn gebalte. Dat acceptabel, gebalte? Ja? Achter mijn gebalte. Ik weet nog dat ik toen dacht, ik ga niet bewegen. Wanneer jullie voor het eerst aankomen op een plek waar lekker weer en lekker eten is, dan gaan jullie... We moeten hier komen wonen. Dat is het. We moeten hier komen wonen. Zo is het ook gegaan. Hè? Indonesië? We moeten hier komen wonen. Suriname? We moeten hier komen wonen. Antillen? We moeten hier komen wonen. Maar wanneer wij ergens komen wonen...